Ik weet zeker ook, als Semja ooit een keer in Rio is en ze stapt een pleintje daarop, wil ze nooit meer naar huis. Ik hoorde alleen maar naar haar verhaal, dus ik had echt zoiets van, hey, ik heb helemaal geen zin in deze shit, dat, man. Ja. No, laat maar. Dag beste kijkers, hartelijk welkom bij alweer de vierde aflevering van deze podcast. En dat doe ik vandaag met twee geweldige dames, Semja Hassani. Welkom. En Rocky Ehakaya, zeg je ja, dat goed? Ja, helemaal goed. Helemaal goed, hè? Yes. Welkom, Semja. Hartelijk goed om je hier weer te hebben na 2 jaar. Yes, dankjewel, ja? Dankjewel. Ik hoop dat deze setting jou een beetje kan... dat je hier een beetje blij van kan worden, want de vorige keer, weet je nog wat dat was? Ja, dat was op een voetbalveld. En we hadden 1 camera. En, het ja, was we hadden een beetje... camera. We hadden een telefoon, hadden we geloof ik, hè? Ja? Ja, ik deed het met een telefoon die gewoon hier naast me ligt. Ik kan het me niet herinneren. Man. Maar dat is hoe je begint. Klein ja, beginnen en dan, ja. Daarna krijg je een hele studio zeker. Met camera's. Microfoon. Zeker weten. Rocky, welkom. Dankjewel. Hoe je bent. Winnaar natuurlijk van Wie is de Mol in 2021. Ik weet niet of jullie dat kijken, maar... Ja, ik moet je eerlijk zeggen, heel veel ik kijk het niet. Maar ik heb toch eventjes moeten kijken en naar jou wat dingen moeten terugzien... om in ieder geval te weten waar we het een beetje over kunnen hebben. Ja. Zullen we het uiteindelijk natuurlijk ook gewoon natuurlijk over het WK hebben. Maar we beginnen natuurlijk bij Semja Hassani. Die in ieder geval gelukkig helemaal terug is in Nederland, hè? Ja, gelukkig wel. Yes. Gelukkig hoe heb je het ervaren eigenlijk, België? Ik denk vooral in het begin heel moeilijk... Omdat je natuurlijk, ik heb gewoon mijn hele leven, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En als jij gewoon, zeg maar, in een grote stad woont en dan verhuist naar een dorp, dan, en je gaat dan in je eentje daar naartoe, dan is dat sowieso wel even wennen, moeilijk schakelen en dat soort dingen. Maar België, ja, ik ben er ervaringrijker van geworden. Dus, ben je volwassener geworden? Ja, ik ben wel wat meer op mezelf geworden. En zeg maar, ik. Daardoor neem ik het voetbal ook gewoon een stuk serieuzer dan ik eerst deed. Dus ik ben wel blij dat ik gewoon weer lekker terug ben. Yes. Hoe ken jij haar, Rocky? Wat zijn jouw gedachten als je denkt aan Semja Hassani? Dat ze... ik heb haar leren kennen, dat ik je voor het eerst zag, was bij La Ligue. Ja, in Amsterdam-Oost. Ja. Toen hadden wij een soort voetbaltoernooi-project samen met Plan Nederland. Wat een stichting, een grote internationale stichting is... En dat hadden ze een samenwerking met de Johan Cruijff, met de Cruijffkoorts. En het was om het meidenvoetbal te promoten in Nederland. Maar daarmee ook het meidenvoetbal van de projecten die ze in het buitenland draaiden. Dus bijvoorbeeld in Guatemala en dan nou, dat en dat, zus en zo. In ieder geval, we gingen alle Cruijffkoorts langs door heel Nederland. Ik en Jesser. Een rapper. Nee, goed. We kennen hem niet. Jesse is toch? Het is een OG, hè? Ja, op, hij is hè? Zeker een OG. Nee, respect. En ik vind hem super tof. Want wij zouden dan tegen elkaar gaan battelen. Dus ja. Per pleintje zou er gevoetbald worden. En zou dan een speelster worden gekozen van het pleintje... wat in het team terecht zou komen... wat uiteindelijk in het Olympisch Stadion de finale zou spelen. Ja. Team Rocky tegen Team Jesser. Ja. Ja, maar Jesser is bekender gewoon. Maar was zij bij Team Jesser? Ja. Was zij bij Team Jesser? Ja, maar ja, maar dat snap ik. Want kijk, ik zag haar. Ik wilde haar ook. Maar zij dacht, wie is deze chick? Ja. Dus, en ze dacht, Jesser, hij is tof. Hij is rapper. Hij is op TMF. Ja, had meer aanzien natuurlijk. Ja, dus dat. En dat had hij eigenlijk iedere keer. Maar wat deed ik? Wat heb ik later gedaan? Want we hebben hem een pakkie gegeven. Dus Samia ook. Ja. Maar waarom... Ik had zeg maar gewoon vriendinnetjes die haar leeftijd. Ze heeft gewoon gesjoemeld. Ik heb vet gesjoemeld. Ja. Want ik kan niet tegen mijn verlies. Nee. Dus, tot de dag van vandaag niet? Nee, ik wil gewoon altijd winnen. Ja, maar altijd hoe doe je dat dan? Want je bent natuurlijk ook eigenaresse van de stichting Favela Street. Ja. En dan zijn jullie ook grotendeels met het voetbal bezig. En ik zie jullie vaak tegen elkaar spelen. Dus als je verliest, dan ben je niet te genieten. Nee, maar dat is andere wat ik daar win. De insteek is anders, hè, daar. Ja, en wat ik daar als winnen zie voor mij is... Ze binnenhengelen, geld binnenhengelen, nieuwe partners binnenhalen en zo. En dat is winst voor mij. Dus als ik die winst kan inzetten voor andere jongeren... Kijk, eerlijk, als ik nu een pannenkraagorkest kom krijgen van jou... dan is het wel pijnlijk. Het blijft vervelend. Man, ja. Maar ik speel ook gewoon niet meer. Dus in die zin, voetbal verliezen kan ik heel goed. Het risico is veel kleiner dan je ze krijgt, hè? Ja, kan ik heel goed. Maar vroeger, ik bedoel, als wij dezelfde leeftijd waren... Ja. Nou, jou in mijn tijd, ik zou jou leren kennen... Ik zou haar heel tof vinden, maar ik zou het ook een beetje gevaarlijk vinden. Ik zou denken van, hé... Omdat je weet hoe goed ze is. Ja, dat. Ja. Ja, maar ik had natuurlijk Bushra toen, hè. Bushra uit Le Hoef, zeg maar. Ja, ja. Zij was mijn partner, zeg maar, met wie we samen... Yes. Ja, al die straten... Favela Street, komen we zo op. Yes. Semja, zondag speel je weer. Ja, yes. Telstar. Ja. Wat is het grootste verschil wat je hebt gemerkt in
tijdens deze overstap? Want Gent was natuurlijk wel, met alle respect, natuurlijk in iets hoger niveau dan waar jij nu zit. Ja, klopt. Klopt dat? Ja, ik zeg maar, de reden van Telstar was gewoon meer van, was gewoon puur gebaseerd op mezelf, zeg maar. Dat je aan spelen toekomt, bedoel je? Gewoon dat ik aan spelen toekom en dat ik gewoon plezier in voetbal, dat was ik gewoon een hele lange tijd ook kwijt, zeg maar. En dat was zeg maar de grootste reden om gewoon weer even wat lager, lekker veel spelen, lekker plezier terugvinden. Heb je teruggevonden? Ja, ik ben aardig op de goede weg. Ja? Ja, okay. Waarom merk je dat? Ik sta niet met het idee op het veld van wat doe ik hier? Nee. Ik heb dat totaal niet meer. Ik heb elke week heb ik gewoon weer zin om lekker een wedstrijd te voetballen. Elke dag ga ik naar trainen en denk ik, yes, ik ga gewoon lekker weer trainen vandaag. Dat soort dingen, zeg maar. Ja. Jij ziet haar natuurlijk vaker dan ik. Heb je daar zelf ook iets van gemerkt, inderdaad, bij haar? Dat ze gewoon echt veel meer plezier weer heeft in het voetballen? Dat vind ik vaak aan de buitenkant moeilijk te zeggen. Ja. Omdat je, ja, je bent aan het voetballen, je bent eigenlijk gewoon je werk aan het doen. Ja. Maar het is ook natuurlijk je passie. Maar wat ik wel bij jou zie, en ik ken Sam je eigenlijk niet heel goed. Alleen maar van, we hebben een paar keer met elkaar gemiet. Ja. We hebben een keer met elkaar natuurlijk gevoetbald. Ook ja. Toch dat je me heel erg... Oh my god, het is zo vervelend. Billies. Ja. Wat wilde je zeggen? Hoe heet het spel? Toetouch. Ja, Toetouch eigenlijk. Oh, ja, met Willebrand. Ja, ja. Als er regels aan toegepast werden, dan wilde ik nooit altijd meedoen. Nee, snap ik. Met haar. Want die druk werd steeds hoger. Ze speelt vies, gewoon echt vies. Ja, maar dat betekent eigenlijk dat het goed is. Dus dat is dat. Maar wat ik bij haar wel zie, is dat ik dat je... Ik vind het heel tof om te zien hoe, vooral natuurlijk in het Marokkaanse elftal, en dat je de stap hebt gemaakt naar Gent met alles waar je mee te maken hebt gehad, dat je het hebt geprobeerd. Ja. En dat is het belangrijkste, dat je dat in je rugzakje kan stoppen, dat je terugkomt naar Nederland en dat je kiest voor plezier. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ik vind dat je op jonge leeftijd, ondanks dat je ook een beeldenbrasje bent, gewoon hele goede keuzes maakt. En een goede keuze bestaat eigenlijk niet, dat weet je pas achteraf. Maar wat ik heel tof vind, wat ik hoop voor jou, is dat je dus inderdaad het speelplezier kan combineren met topniveau. Met topniveau, ja, als dat je doelstelling is, zeker, zeg maar. Zeker weten. Dat was ook weer de club waar je naartoe wilde. Arsenal. We hebben dan Arsenal, hè? Ja, Arsenal. Ja, ik weet het nog. Ik sprak haar inderdaad dus 2 jaar geleden. En toen vroeg ik haar ook even aan het eind van, als wij nou een doelstelling zouden hebben, waar wil je eindigen? En toen zei je ook Arsenal. Ja. Dat is dus niet veranderd naar een andere club. Nee. Maar kijk, zij is ook het type speler waarvan de tegenstander altijd zegt, zij, we moeten op haar letten. Want zij kan iets creëren. Ja, zij is dreigend. Zij heeft iets, ze heeft dit. Ja, maar wat ik ook hoop, is dat clubs ook haar aan durven te nemen. Ja. Snap je? Omdat je te veel de straat op je naam hebt zitten. Eigenlijk heel eerlijk gezegd. Ja, het voetbal zeker. Is... precies, in die zin is voetbal natuurlijk geëvalueerd. Het gaat tegenwoordig om kracht en snelheid. Bijna allemaal in de klassieke 10, om het maar zo te zeggen. Ja. Daar is geen ruimte meer voor. En tegelijkertijd binnen het vrouwenvoetbal zijn ze heel lang heel conservatief geweest. Dus zeg maar in mijn tijd, was het technische voetbal al helemaal gekkig of zo. Dat past helemaal echt al lange ballen hard rennen, weet je dat. En ja, nu, het is veel technischer geworden allemaal. Er is nu veel meer ruimte binnen vrouwenvoetbal ook om het technische te... En wat ik zou hopen voor Semja, is dat ze die begeleiding kan krijgen op topniveau, zodat ze haar techniek straat kan combineren met topniveau. En dan ga je vliegen. Dus als je bij Telstar blijft, kun je je speelplezier vinden. Maar ik hoop gewoon dat een top 4, top 5 club gaat zeggen, hé, maar we gaan dat de ruwe diamant die je bent, waar je al in aan het groeien bent, dat gaan we naar het volgende niveau tillen. Dat is een uitnodiging voor de Eredivisieclubs. Ja, want dat is ook wel waar het soms... Omdat ze graag... En ik weet niet of ik nu iets populairs ga zeggen, maar ze willen graag spelers die ja en amen zeggen. En dat is ook met vrouwen. Je bent al heel snel een moeilijke jongen. Een moeilijk meisje. Ja, terwijl ze dat weet helemaal je wel. Niet is. En dat label heb je ook helemaal niet. Nee. Maar door je manier van spelen... Jouw speelstijl is al heel snel voor iemand anders intimiderend. Ja, klopt. Weet je wel. Klopt. En dan ga je dat natuurlijk krijgen. Oh, ik heb liever dat ze een balletje breed geeft, hoor. Ja, ik zou haar in mijn team willen hebben, sowieso. Nee, maar die moet je hebben. Ja. Die moet je hebben. Bijvoorbeeld, je hebt wel heel veel voetbalgogma. Bijvoorbeeld, ik heb later bijvoorbeeld die goal van jou gezien. Een andere spits die, je bent ook geen spits, maar in ieder geval een spits die is heel wild en doe. Maar echt toch nog net eventjes over de keeper heen, weet je wel. Dus het zit er wel in, inderdaad, zeker weten. Favela Street,
Vertel daar eens even wat meer over. Want dat is een stichting die je hebt opgericht vanuit Brazilië. Klopt dat? Vanuit de favelas? Ja, daar is het begonnen. Je kijkt haar aan? Ja, nee, gewoon omdat we begonnen. Oh, oké. Even iets onder. Oké. Ja, nee, ik heb het samen met Philip Veldhuis opgezet. Straatvoetballer ook. Ook jongerenwerker uit Amsterdam, Amsterdam-West. Daar woont hij nog steeds. Maar met hem heb ik het samen opgezet in 2014. In Rio dus. Waarom in Rio? Omdat ik daar dus in 2003 voor het eerst ben geweest. Random story, want ik ben Molux Nederlands. Ja, daar zat ik inderdaad ook een beetje mee. Ik dacht, maar ze is toch inderdaad Molux? Ja. Maar ja, kijk, voetbal is wel gewoon Brazilië. Toch? Ja, bedoel, we gaan het straks over het WK hebben, maar zeker weten. Fraudeteam. Ze hebben echt een fraudeteam. Ja, daar komen we straks op. Fraudeteam, ja, dat is... Dat... Ja, komt zo. Okay. Maar voor mij was gewoon Brazilië ook een soort van, joh, daar zou ik heel graag ooit een keer naartoe willen. En toen werd het een soort van tempo aangeboden. Van het voetbal natuurlijk. En het, gewoon, als je daar komt, ik weet zeker ook als Semia ooit een keer in Rio is en ze stapt een pleintje daarop, wil ze nooit meer naar huis. Het is gewoon ultiem, like, het is gewoon, ik kan het niet beschrijven, je moet daar zijn. Jij moet het meemaken. Je moet het meemaken. En vanaf dat moment eigenlijk ben ik Favela Street gestart. Dus ik heb zelf marketing communicatie gestudeerd. En ik heb eigenlijk vanuit die pet, letterlijk, ben ik echt een merk gaan bouwen. Dus communicatie, marketing, hoe zet je een merk neer? En vervolgens jaren later zijn we ook erachter gaan kijken naar wat is je methodiek, wat doe je precies? Nou, we ontwikkelen nieuwe generatie rolmodellen. Daarvoor gebruiken we straatvoetbal als middel. Maar inmiddels hebben we gewoon een heel jaarprogramma met 11 verschillende modules. Wat gaat over conflictstrategie, zelfreflectie, mindset. En uiteindelijk ook het organiseren van activiteiten. Het gaat eigenlijk gewoon om het feit van dat jongeren leren. Uit bijvoorbeeld misschien ook uit wijken zoals waar we nu zijn. Waar vaak wordt gezegd van, is het alleen maar criminelen en vervelende kinderen en jongeren. Dat ze zich realiseren van, wacht even. Ik ben wel iemand en ik heb iets te leveren in deze wereld. Want als je tegen iemand de hele tijd zegt, je bent vervelend, je bent stom. Dan ga je ook zo gedragen. Terwijl, hoe kunnen we het omdraaien? Zodat we wat gewoon positiever in het leven staan. Zo. Ja, zeker weten. Want voetbal is slechts volgens mij een aanleiding geweest voor Favela Street. Want als ik... En ik corrigeer hoor, maar als ik er goed naar gekeken heb, je wil eigenlijk gewoon aangeven dat je vanuit het niks iets kan creëren en iets kan zijn. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. En zeker ook omdat er wordt gezegd dat je niks bent, of dat er een bepaald label op je wordt geplakt. Dat heeft invloed op hoe je naar de wereld kijkt. En niet iedereen, sommige mensen zijn, die zeggen gewoon, ik scheid en ik ga er gewoon zo voor. Zo Semia. Onze hele vrienden die er hier naar de podcast zijn. Ze scheid, gewoon panas, maak niet uit. Dus dat, of niet het, weet je wel. Dus dat is het zeker. Het gaat er gewoon om dat mensen verwachtingsvol zijn naar zichzelf en naar een ander. Ja, is er één persoon bij jou bijgebleven die vanuit het project nu echt, zeg maar, iets heeft kunnen neerzetten? Zo, ja, echt gewoon heel veel. Dus al die jongeren hebben een speciale plek in mijn hart. Dus ik heb natuurlijk nu jongeren in Brazilië, Curaçao en in Nederland. Dus ik zou het heel moeilijk vinden om te moeten kiezen. Maar wat ik in ieder geval zie, is dat of je nu in de favela bent opgegroeid, of hier, we zitten nu in Utrecht, maar in Amsterdam, daar komen wij natuurlijk vandaan. Ja. Het gaat gewoon om het feit dat je dus echt een held kan zijn van je eigen verhaal. Dus bijvoorbeeld Rebecca, die was 11 jaar toen ik haar leerde kennen. En echt zo'n jong, zwart meisje uit de favela, gewoon echt. En dan nu is ze supermodel in Sao Paulo, weet je wel. En reist ze rond en verdient ze haar geld. En dat begint bij zelfvertrouwen. Van, in de spiegel kijken, ik ben iemand en ik kan iets. Dus dat... En dat is een voorbeeld, maar ik heb zoveel voorbeelden van jongeren. Het werkt. En het is ook omdat we voor een langere periode met mensen werken. En niet eventjes en dan weer weggaan. Yes. Welke dingen herken jij hierin? Als voetbalster, maar misschien ook als persoon? Moeilijk. Ik denk wel gewoon het hele verhaal van wat Rocky net... Van niks iets kunnen creëren. Of van niets iets kunnen creëren, inderdaad. Ik denk dat iedereen dat wel in zich heeft, alleen... Zoals ze zegt, van als je omgeving je beïnvloedt met dat je het niet kan, dan ga je het er nooit soort van uit kunnen halen. Is dat misschien de reden voor jou geweest dat je zo lang eigenlijk gewoon niet op een club bent geweest? Want jij was eigenlijk al jouw tijd te ver vooruit als meisje, als voetbalster, moet ik eerlijk zeggen. Jij was al veel te goed, hè? Dat is over datum. Je was niet over datum, maar jij was je tijd voor datum. Ver vooruit. Met andere woorden, jij was veel beter dan de rest. Ja, weet je wat het was? Ik hoorde gewoon heel veel nare verhalen gewoon in de buurt van die boys.
Ja, ja, omdat je beter was natuurlijk. Nee, niet eens dat. Nee, maar die boys, gewoon over de club. Zaten zij op voetbalclub. Oh, überhaupt over op een club zitten? Ja. Okay. Dus ik hoorde alleen maar naar haar verhaal. Dus ik had echt zoiets van, ik heb helemaal geen zin in deze shit, man. Yeah. No, laat maar. En toen kwam er gewoon een vriendin. En ik zat toen op middelbare school. En een vriendinnetje van mij, Noah. Shout out naar haar. Zeker. Dag buurvrouw. We speelden met z'n tweeën gewoon toernooien in Amsterdam met topscoren via gemeente Amsterdam. En toen zei ze gewoon een keer van, Sam, alsjeblieft, kom gewoon één training mee. Gewoon één training, mij, de team, dit en dat. Dus ik zei van, nee man, Noah, laat maar gewoon, hoeft niet voor mij. Zij zegt van, jawel, kom, één training en... Als je dan niks vindt, dan hou ik mijn mond voor altijd. Je weet wat dat betekent. Hè? Dat betekent van, je komt gewoon trainen. Ja, dat is wat letterlijk. Je gaat blijven. Ja, dus ik had zoiets van, oké, weet je wat? Ik geef het gewoon een go. Dus ik ga één keer trainen. Ik vond het kapot leuk. Gewoon oprecht. Ik vond het kapot leuk. En toen dacht ik van, ja man, ik ga dit gewoon even doen. Ik dacht gewoon van, ja, gewoon voor plezier. Geen doelen of dat soort dingen erachter. Gewoon... Maar soms heb je dus die ene persoon nodig in jouw omgeving. Dus dit was Noah voor jou. Dit was Noah voor mij. Dus want al de andere mensen zijn van, oh man, je moet je nu gaan doen. En dan, oké, laat me gewoon lekker in mijn buurt blijven. Laat me in een veilige plek blijven wat ik ken. Maar iemand trekt je er even, maar ga een keer kijken dan. Ja, en dan wordt je wereld groter. Ja, dus, zeker. Ik weet het. Trok me echt gewoon aan die comfortzone. Uit je comfortzone, ja. En nu, weet je, we zijn een paar jaar verder. Maar volgens mij heb jij daar volgens mij een jaartje of twee hoeven zitten. Bij AZ, hè? Bij STZ. Bij STZ heb ik 2 jaar gezeten. Mm-hmm. En toen was ik 18. Maar ik moest bij vrouwen gaan voetballen op een gegeven moment, toch? Dus toen zijn mijn trainers van, je gaat hier niet voetballen, want dit is gewoon geen niveau voor jou. Zeg maar, ja, lullig. Maar de vrouwen speelden 4e klasse. Ja. Zeg maar, weet je. En toen zijn mijn trainers van, ik ken wel een club, Wartburgia. Misschien kunnen we kijken of je daar kan meetrainen. En toen ging ik meetrainen. En toen die trainer van, ik zie je volgende week woensdag. Zeg ik, wat? Ja, je bent erbij. Het is van, oké, dag, tot volgende week woensdag. En toen ging naar Wartburgia, 1 jaartje topklasse gespeeld. En toen daarna, Eredivisie, man. Yes, VV Alkmaar. Ja, VV Alkmaar. Mm-hmm. En daarna Gent. Ja. Hoe was het aan het begin dat je wist dat je naar Gent ging? Was je toen wel gewoon heel blij dat je daarheen kon gaan? Of had je eigenlijk op het moment dat je de bus instapte richting België, dat je eigenlijk best heftig... Nee, weet je wat het was? Ja, dat heb je. Dus bij zijn eigenlijk niet helemaal. Ik had even een nieuwe omgeving nodig. Ik denk dat ik dat gewoon echt even nodig had. Want zeg maar, ik heb 2 jaar bij Alkmaar gespeeld. En het werd me gewoon een beetje te veel of zo hier, zeg maar, in Nederland. Toen dacht ik van, weet je wat? Oké, ik ga gewoon lekker naar Gent. Kijk wel wat ik... Kijk wel hoe en wat. Geen verwachtingspatroon, helemaal niks. Dan gewoon van, ik ga gewoon op nul. Ik ga daarheen en ik zie het allemaal wel. En nu ben je weer terug. Je weet nooit hoe het loopt, zeg maar. Het is een... Ik zeg altijd dat het een hele onzekere... Ik vind het voetbal een hele onzekere iets. Ja. Onzekere sport, maar het is ook een onzekere tijd, hè? Het is heel onzeker, want je weet nooit waar je belandt. Je coach, je train, je gewoon... Ja. Ziet diegene het in je of... Ja. Weet jij, Rocky, dat er te makkelijk wordt gesproken over atleten, met name in het voetbal? Dat een van buitenaf of vanuit de media veel te snel een oordeel of een mening wordt geveld over iemand... Waar ze zich niet in hebben verdiept, om het maar zo tuurlijk. Te zeggen. Ja, maar dat is, ik zeg altijd, hoge bomen vangen veel wind. Dus als je veel in de media bent, of je speelt ergens, mensen hebben het idee dat ze voor je betalen, dan moet je presteren. Je bent een product, als het ware. Ja, letterlijk. En dat kan in de entertainmentwereld zijn, als voetballer. Mensen vinden gewoon wat van je, omdat je in de picture staat. Dus, en per definitie is het stom als mensen een mening over je hebben. Maar je weet ook dat het ding is. Maar daarom is het denk ik ook goed dat er meer gesproken wordt over die mentale weerbaarheid van spelers. En dat ze zich ook kwetsbaarder durven op te stellen in plaats van... Hey, Mietje, weet je, kom op. Ja. Ik denk dat binnen het vrouwenvoetbal wordt dat al veel meer gedaan. Ja. Is het, vind ik, een iets opener cultuur. Stellen zich wat meer kwetsbaar op, bedoel je? Ja, dat is een van de sterke eigenschappen van een vrouw. Ja, ja denk ik. Ja. Dus dat zie je ook in de vrouwenvoetbalcultuur terug. Al is daar ook nog genoeg te doen, vind ik, rondom inclusie en diversiteit. Dus, yes. Welke dingen heb jij eigenlijk meegemaakt die jou eigenlijk gevormd hebben als persoon? Want je hebt ook best wel wat moeten meemaken. Ik bedoel, dit alles wat je aan het doen bent, is ergens begonnen. Is begonnen vanuit een gevoel en is nu iets moois geworden. Maar het heeft je wel gevormd als persoon. Welke dingen sta jou nog steeds bij dat je eigenlijk bij jezelf denkt van... Ah,
ik weet nog dat je dit en dit... Oh, dat. Ja, bijvoorbeeld. Weet je wat grappig is? Is dat, ja, dat zijn de dingen die je heel erg bijblijven, die je vormen. Hè? Dus ja, mensen hebben vaak genoeg tegen mij gezegd... ben je nou een jongen of ben je nou een meisje? Of hoe zeg je dat? Meisjes mogen niet voetballen. Of dan staan ze op het grasveld en dan zeggen ze... ja, het is zonde van het gras als er vrouwvoetbal is. Wauw, ze worden steeds creatiever ook. Ja, ja. Dus ja, op een gegeven moment heb je een grap al 3 keer gezegd. Dan moet je wat anders bedenken. Ja, en voor mij is het wel, zeg maar... ze hebben mijn vuurtje, mijn passie nooit kunnen killen. Dus er waren een paar mensen die hele vervelende dingen tegen mij hebben gezegd. Dat heb ik ook gevoeld. Maar er waren ook genoeg mensen die zeiden van... hey man, nee man, je bent gruwelijk en wat vet. Dus voor mij de liefde van de sport was veel groter dan die mensen die zo bekrompen denken, zeg maar. Ja, maar precies. Het vormt je wel. Zeker en het raakt weten. Je wel. Ja. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd, opgroeien en waar ik nu sta... dan denk ik, wauw man, ik leef gewoon mijn droom. Ja. Want alles wat ik doe, heb ik zelf gecreëerd met mensen, maar... Ja, je hebt je eigen input erin gehad. Ja. Je hebt je hard voor moeten werken. Maar ik denk ook dat als je inderdaad 2 groepen hebt... dat het makkelijker is om je te focussen op het positieve... als jij steeds die input daarvan krijgt. Ja. Maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld echt alleen maar negativiteit hebben. Ja, klopt. En hoe ga je daar dan mee om? Welk advies zou je daarvoor hebben voor de mensen die bijvoorbeeld... Stel je voor, want het blijft toch een gevoelig onderwerp. Vrouwen die voetballen. Weet je wel, wordt nog steeds gezegd, het is enorm gegroeid hoor. Ja, het is enorm gegroeid. Maar het blijft toch een onderwerp wat... weet je wel, ik kwam een keer iemand tegen en daar viel gewoon niet mee te discussiëren daarover. Weet je wel, ik begin niet eens meer. Weet je wel, maar hij zei gewoon van, ze horen niet voetballen. Dus ik dacht van, oké, als ik nu een vrouw op het voetbalveld zie, trek ik er vanaf. Want jij hebt gezegd dat het niet hoort. Ja. Weet je wel? Ja. Dus dan valt niet mee te praten. Maar ik moet zeggen dat het in de laatste jaren wel enorm gegroeid is, toch? Ja, toch. Het is niet normaal. Het is allereerst, de mensen die dat zeggen, het is gewoon een uitstervende soort. Letterlijk. En die mensen zijn oud. En een beetje, ja. Maar dat voel jij misschien nog wel meer, het vrouwenvoetbal. Ik mag er in meewerken, maar jij doet het. Ja, klopt wel. Het is, het hangt er ook een beetje vanaf van hoe je ermee omgaat, hè, natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik had begin van mijn carrière, profcarrière, zeg maar. Ik weet nog dat ik had een keer een interview gedaan. En ik heb echt 100 reacties, positieve reacties gekregen. En dan krijg ik er 2 negatieve. En dan word ik gewoon, de hele avond ben ik boos. En die onthoud je. Ben ik boos vanwege die 2 negatieve reacties, zeg maar. Zal ik je wat zeggen? Ja. En dan zeg ik eventjes vanuit, omdat ik dit best wel veel heb aangehaald de laatste weken. Als jij 50 complimenten krijgt en je krijgt 50 foute reacties, dan zou je altijd de level van kritiek en compliment op 1 moeten hebben. Nooit de een hoger dan de ander. Want op een gegeven moment kan je ook niet echt kritieken. Nou weet ik niet wat er gezegd wordt. Ja. Nou kan dat heel diep gaan. Ja. Maar ik bedoel gewoon kritieken. aanvaard ik veel meer dan complimenten, omdat ik dan op die manier mezelf beter kan ontwikkelen. Ja, maar het hangt er ook, kijk, zeg maar... Maar dit is gewoon poep. Ja. Wat die mensen zeg maar, zeggen. Ja. Ik vind dat je best kritisch mag zijn, maar je mag kritisch zijn op feiten. Niet op meningen, want aan een mening heb ik niks. Bijvoorbeeld, jij kan het leuk vinden. Ja. Maar zij kan het stom vinden. Maar ik vind het dan leuk, hè? Dat is mijn mening. Nee, maar dat is dan jouw mening. En dat is oké. En dan, daar kan je dan... Maar welke reacties krijg jij dan? Nou, je hoeft niet over te hebben of zo. Noem maar 1. Ja, bijvoorbeeld, was toen na die Afrika Cup, toen had ik een foto op mijn Insta geplaatst. Mooi bruggetje. Gaan we daar even over de Afrika Cup praten, dus, want dat is ook een mooie dus, en dan krijg ik mijn DM, krijg ik van, maar gewoon in het Arabisch getypt, hè. Gewoon van mensen uit Marokko. Ja, vrouwen horen in de keuken, bla, bla. En ik heb echt zoiets van... Nog steeds? Ik heb met Afrika Cup gevoetbald. Wat heb jij gedaan? Ga zelf in de keuken staan, gozer. Gruwelijk. Kapot irritant. Maar echt veel, hè. Ja. Zeg maar dat zijn van die bekrompen mensen. En zuur. Weet je. Maar reageer je dan ook op? Nee, nooit. Nee? Nee. Weet je waarom? Dan ga ik ze voeden. Soms denk ik wel van... Ik zeg wel eerlijk, ik heb wel eens gezegd gewoon... op openbaar ook, omdat iemand dan... Maar dan reageerde iemand op iemand anders op een vrouwenvoetbalding... en dan zei ik gewoon je moeder. Gewoon ik kan het gewoon niet meer. En dat gewoon je moeder. Weet je wat het is? Je kan bijvoorbeeld op die dag al... dat alles worden. Mislukte op die dag. Weet je wel, dat niks gaat. En als je dat dan ook nog erbovenop krijgt... Dat is dan die kunst, toch? Van, precies. Oké, ga ik nu helemaal flippen om iemand die ik niet eens ken? Nee man, dat is niet eens waard. Ja, en als je in het Nederlands reageert, de kans dat hij het begrijpt is niet zo groot. Ja, ze hebben gewoon Google Translate, hoor. Oh, dat gebruiken ze gewoon. En dan komt ze daarna gewoon weer op terug, een dag later. Dan gaat hij me uitschelden in het Nederlands. Gaat hij vertalen in het Nederlands. Yes. Maar eventjes iets positiefs. Ja. De Afrika Cup. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
Ongelooflijk. Dat gewoon, nog steeds. Ik ben nog steeds, af en toe zit ik gewoon in mijn fotoalbum. Zit gewoon te kijken en denk ik van, holy shit. Ja? Hoe dan? Het was een hele toffe ervaring, zeg maar. We hadden nooit gedacht dat we zo ver zouden komen. Gewoon allemaal niet. En dat je het dan toch zo bereikt gewoon in je eigen land. En tweede woord, terwijl we zijn, de laatste Afrika Cup die we hebben gespeeld was in 2002 of 2000. We hebben de groepstage niet eens gehaald. En dat was de laatste groep, niet eens. Dus je bent nog geen eens gekwalificeerd? Nee, nooit gekwalificeerd voor iets. Dus dan moet je beseffen dat je pakt 9 punten op die groepstage. Kwartfinale, halve finale win je. En je speelt gewoon een finale. Wow, yeah. Tegen Zuid-Afrika? Tegen Zuid-Afrika, ja. Hoe heb jij het van buitenaf meegemaakt? Ik heb het natuurlijk niet helemaal kunnen... Ik heb het niet, de wedstrijden niet gezien. Nee, je kreeg de socials mee steeds. Ja, precies. En ik dacht gewoon, huh? Wat gebeurt hier? Oh my god. Ja, en ook dus... Ja. Nou ja, goed, we hebben, laatst natuurlijk waren we ook bij een ding samen. En toen vertelden ze ook over dat het uitverkocht was. En ik denk alleen maar... Ja, hoeveel mensen zaten er in het stadion? 50.000 man, geloof ik? Zoiets? In de finale zat er 60.000 plus. 60.000 man? Oh, joi. Ik denk dus alleen maar van... Ja, deze chick gaat gewoon naar de WK toe. Ja, ik dacht die gaat ons het volgen. Wat? Ja. Nee, je moet humble blijven. Je kan niet switchen op mensen. Nee. Je kan niet. Heb je voor jouw gevoel genoeg gespeeld? Want je begon eigenlijk altijd vanaf de bank. Vond ik het terecht? Ja en nee. Kijk, mijn concurrenten die ik heb, het zijn allemaal topmeiden. Spelen ook bij goede clubs en zo. En je zag wat je tussen ons zag was, iedereen gunde het elkaar. Het was een chemie. Het was echt een chemie van, oké, je gaat spelen. Letterlijk, we waren met 4 flankspelers. Dus 2 linksbuitens, 2 rechtsbuitens. En dat was voor de wedstrijd, wel scoren. Kopje erbij houden en dat soort dingen. Dus we motiveerden elkaar echt, zeg maar. En ik ben hartstikke blij met de minuten die ik heb gespeeld. Want er zijn genoeg meiden die helemaal geen minuut hebben gespeeld. Snap je? Dus daar ben ik wel gewoon dankbaar voor. Ik heb elke wedstrijd heb ik gespeeld, zeg maar. Ik heb 2 keer basis gestaan, de rest ben ik allemaal ingevallen. Nee, dus dat is netjes hoor. Op zich was het een prima toernooi voor mij. Maar dat is ook denk ik de reden waarom we nu zo ver zijn gekomen. Dat je als team gewoon elkaar gunt. Ja. En dat je het samen doet. Denk je dat... even een bruggetje naar het WK, wat natuurlijk zondag gaat beginnen. Maar denk je dat dat een bruggetje is? Ook, het is een bruggetje, maar het is naar Brazilië. Dat als dat geen team is, dat het alsnog niks kan worden? Ja, tuurlijk. Dat zijn gewoon de voetbalwetten, weet je? Dat is gewoon afgezaagd, maar het beste team wint. Ja. Dus de Duitsers worden wereldkampioen, bedoel je? Ik hoop het niet. Nee. Shit, dan gewoon Brazilië. Ja. Toch? Dan team of Messi. Ja, dan heeft het hele Favela Street nog meer voeding erbij gekregen. Ik weet niet, voor wie zijn jullie? Ja, kijk, ik ben Marokkaans, dus ik ben natuurlijk voor Marokko. Ja. Maar het is niet zo, ik ga niet hypocriet te doen. Het is niet zo dat ik elke wedstrijd de afgelopen jaar van heb zitten kijken. Ik kijk bijna nooit. Ja, maar weet je wel? Maar je bent wel een soort van, vanuit huis uit ben je een soort van wel voor Marokko. Alleen, ik heb niet echt verwachtingen of zo. Dat niet, weet je wel. Ik vind het wel gewoon leuk en ik hoop dat we gewoon een goed WK krijgen. Want er is sowieso al heel veel om te doen. Dus ik hoop dat toch wel op het veld dat niet te merken is. Op een bepaalde manier, weet je wel. Ja. Zullen andere mensen wel zeggen van niet. Nee, je moet wel. Denk maar ook. Ik hoop dat het gewoon keihard wordt op het veld. Ja. Dus, maar jij hebt zelf ook gevoetbald, hè, Rookie. En je hebt weer geblesseerd gehakt aan de knie. Klein beetje. Ja, geblesseerd geraakt, ja. Ja. Het is wel jammer dat we dat altijd horen, hè. Dat het geblesseerd geraakt. Dat is een beetje ongelooflijk. Is eigenlijk het verhaal het meest gehoorde verhaal? Ja. Zeg maar er zijn het is bij jou een paar mensen bij wie het lukt. Het is bij jou begonnen. Er zijn er nog heel veel mensen die zeggen... Ja, vroeger was ik heel goed. En ik was bijna prof geworden. Ja. Ik speelde samen met... Maar weet je wel. Ja, je hebt het gewoon niet gehad. Ja. Dus ik ook. Ik heb het gewoon niet gehaald. Maar er zijn heel weinig mensen die bijvoorbeeld kunnen zeggen... ondanks dat het niet gehaald hebben, dat ze in FIFA Street zitten. Ja, dat is waar. Maar hoe was dat? Dat is gewoon een koe die je blijft melken. Gewoon altijd. Nee, maar ik heb wel FIFA. Ja, maar nou, sterker nog, jij zit in dat spel. Ze hebben jou benaderd via Edward van Geels, geloof ik. Ja. En die is toen met jou, zijn jullie toen samen daarheen gegaan? Of hoe? Nee, het was allemaal gewoon lekker in Nederland, in Zaandam, bij de Kingsdome. En
ja, het was eigenlijk gewoon inderdaad, EA Sports Team kwam daar naartoe. En dan was een vrouw en die was, dat was een van de gamemakers. En de gamewereld is natuurlijk ook een ontzettende mannenwereld. Mm-hmm. De gamers zelf, maar ook de developers daarvan. Dus zij was heel erg soort van, ja, maar ik wil meer vrouwelijke characters. Ik wil dat er meer ja. En ze had ook, nou, whatever, boeit niet. Ik had gewoon een goed gesprek met haar. En ik zei tegen haar, kijk, of je nu mij erin zet of iemand anders. Het gaat er mij gewoon om dat er een vrouw in dat straatvoetbalteam is. Een bestaande vrouw, echt iemand die bestaat. Ja. Zodat het er gewoon... Want ik ben niet meer, ik ben niet meer belust op alle aandacht. Ik heb echt al superveel aandacht gekregen. Dus ik wil heel graag... Een beetje op de achtergrond trainen. Ja, vanuit daar de touwtjes in handen. Ja, precies. Dus net als bijvoorbeeld dat FIFA dus gruwelijk. Ik ben wel blij dat ze me uiteindelijk heeft gekozen. Want uiteindelijk was Lisa Zimucci was er ook eentje natuurlijk die het nu helemaal is, hoor. En dat komt natuurlijk door wie ze is. Maar ook door de following. Dus in die zin dat ze toen nog wel de keuze hebben gemaakt van we gaan voor een pionier, dat vond ik tof. Zeg maar. Dus ik dacht, oké, dope, weet je. Check, voor mezelf ook. Nice. Omdat het altijd strijden is geweest, ook binnen het straatvoetbal. Ja. Was ik natuurlijk toen nog een van de weinigen. En het ging altijd om die boys. En alles ging ook naar die boys. Terwijl ik dacht, maar ik ben eigenlijk veel toffer, want ik ben een meisje. En ik doe hetzelfde. Like, give me some of that, weet je wel. Ja. En dat heeft even geduurd en nu krijg ik het, maar nu kan ik niet meer spelen. Dus dat is jammer. Nu komt Nike eigenlijk iets te laat. Ja, komen ze met allemaal spullen hier. De nieuwste Mercurials. Ik zeg, ja, moet ik hier mee? Geef ze aan mij. Ja, ik geef ze ook gewoon weg, hoor. Ja, geef ze maar aan mij, joh. Helemaal dat is op Marktplaats, dat is niet waar. Ik geef ze mee. Ja, verdien je er nog wat aan. Hoogtepunt van het jaar was denk ik voor jou wel in 2021 of 2022, weet ik even niet meer. Natuurlijk dat je met Huda uiteindelijk in Tuschinski zat voor de documentaire. Hè? Dat vond ik, dat was denk ik wel echt een hoogtepunt. Hè? Dat was gruwelijk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hou op, man. Dat is, kijk, uiteindelijk hosselen we gewoon de hele dag. Dus dat is gewoon wat we doen. En op een gegeven moment begin je op bepaalde niveaus te hosselen. Dat je denkt, hé, wat? Oké. Nu begint het ergens op te lijken. Voor mij ben ik altijd een hosselaar geweest, in positieve zin. Dus als ik op straat, dat wat ik op de straat heb geleerd, die mentaliteit van waar zijn kansen, waar kan ik scoren, dat is gewoon wat ik doe. Op wat voor manier dan ook. Dus het is ook vermoeiend. Ik ben de hele dag in mijn hoofd bezig met, oké, wat gaan we nu doen? Letterlijk. Ja, het draait de hele tijd. Je bent de hele dag bezig met, wat is het volgende? Wat is nu? Wat is straks? En kijk, Tuschinski is gewoon een samenloop van omstandigheden. Ik ben toevallig geïnterviewd voor hun boek. Random, like whatever. Maar oké, ik werd geïnterviewd. Toen dacht ik, oké, Tuschinski, dope. We wilden sowieso een film laten maken. Nou, ik had Wie is de Mol gewonnen. Dat is een programma waar gewoon miljoenen mensen naar kijken. En weinig... dat is wel grappig. Ik was... nee, maar dit is gewoon grappig. Zeg maar, als je dit vertelt in een wijk als dit, of in Amsterdam-West, zeg ze, Kivesh, wat? Nee. Wat is dat? Wie de Mol. Ja, wat is dat? Ze denken dat je snitch bent. Ja, maar, ja, dat is dat. Weet je wel? Gelukkig, ja, geen snitch. Nee. Maar dus ik won dat. En daar kreeg ik geld. Ik wist niet eens dat je geld kon verdienen. Dus, maar oké, ik win dat programma. Ik win iets van 10.000 euro. En ik heb van 10.000 euro heb ik twee films laten maken. Dus eentje op Curaçao van ons programma en één in Amsterdam. Omdat ik wist, als ik films laat maken en ik stuur dit naar mensen en ze nemen even de tijd om het te zien, dan weten ze precies wie we zijn en wat we doen. En hoef ik alleen nog een aanvraag te schrijven en dan komt het geld. En dat is letterlijk wat er allemaal is gebeurd. Dus we hebben die films laten maken. Dat is super generous, man. Om het op die manier te zeggen, weet je. Want ik bedoel, je krijgt dan 10.000 euro en dan op die manier te denken, dat vind ik wel echt knap. Omdat zeg maar, dat je hoeft het niet te doen. Nee, en dat je dat op die manier doet, geeft al aan hoe je er eigenlijk in staat en waar je het voor doet. Ja, maar ik wil ook eerlijk zijn, ik kan die keuze maken omdat ik goed verdien. Dus ik heb hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ik mijn geld en mijn centjes verdien. Dus dat wanneer ik die 10.000 euro binnenkrijg, dat ik het niet naar mijn kinderen hoef te sturen. Ik heb ze niet. Of weet je wel, of omdat ik mijn moeder moet bijstaan, of dat ik een bepaalde uitgaves heb, weet je wel. Dus ik kan die keuze maken, dus dat is ook een privilege die ik voor mezelf heb gecreëerd, om dat te kunnen doen. Maar ik denk altijd, als het kan, 5 stappen vooruit. Van oké, cool. Als ik dan Tuschinski heb gehad, wie gaan we uitnodigen? Oké, de wethouder moet erbij zijn, die moet erbij zijn, Badrari moet erbij zijn, Aquasi moet erbij zijn, profvoetballers moeten erbij zijn, alle jongeren moeten... Sterren van de toekomst. Ja, die waren, weet je wel, maar je was erbij. Zaterdagochtend, ik zat vooraan. Regen, en je denkt... Ik weet het, het was als mensen echt maar binnenkomen, want hoe vond jij het? Ik vond het echt vet, man. Het was 12:00 middags begon het al, geloof ik. Half 10 ochtends. Half 10 ochtends, letterlijk. Op zaterdagochtend. Het was echt heel vroeg, inderdaad, maar dat is iets wat... jullie met de gemeente hebben afgesproken. Maar goed. Met de Tuschinski. Met Tuschinski zelf. Tuschinski zei, die moeten voor 12:00 eruit zijn. Oh, zo op die krijg manier. Ik gratis. Ik wil het gratis. Ja, dus natuurlijk. Voor 12:00. Half 10. Iedereen. Half 10 binnen. Zit. En dan. Ja.
Het was mooi, het was mooi. En het mooiste was dat ik zag dat hoe dat geraakt was door de opkomst en door hoe het allemaal gelopen is die dag. Dat deed me wel wat, dat vond ik wel. Ja, ja, mensen hebben huilend in de zaal gezeten. Ja, je hebt naar me gestuurd nog. Maar je was in Gent, ik was er niet, ja, ik was in Gent, maar ze hadden wel naar me gestuurd. Hey. Ja, het was mooi, man. Ja, maar we gaan het nog een keer doen. I mean, maar het is een voorbeeld ook voor hoeveel liefde mensen hebben voor datgene wat je doet. Ja. Dat is niet in waarde uit te drukken. Dus mensen zeiden tegen mij van, hoezo heb je mensen niet een kaartje laten betalen? Hoezo heb je niet een inzamelingsactie gedaan? Ik zei, nee. Dit is, hoe zeg je dat? In het hart. Ja, dit is vanuit dus het hart. Iedereen was daar vanuit het hart. En wat ik zei, we hadden heel veel echt super BN'ers waren daar. Ja, dan heb je echt weinig te doen als je om 9:30 's ochtends naar Tuschinski gaat en je doet gewoon voor de lol. In de rij, dat doe je echt omdat je echt wat hebt met gewoon iemand. Een rij. Ja. Dan heb je liefde. En dat is voor mij het meeste waar ik denk van, hey man, damn, we hebben gewoon een community gebouwd met z'n allen. Dat is vet. Yes, ja, zeker weten. We gaan nog eventjes kleine 10 minuutjes over het WK hebben. Want wat zijn jullie verwachtingen van het WK, Samia? Geen verwachtingen? Nee, oprecht niet. Ik jaag voor Marokko, ik jaag voor Nederland, ik jaag voor Brazilië, ik jaag voor Argentinië. Maar ik wil gewoon lekker genieten, man. Droomfinale? Wat is een droomfinale? Ik denk toch... droomfinale denk ik toch Argentinië-Portugal, man. Omdat we daar dan mee afsluiten. Ja, Ronaldo, Messi, tijdperk. Ja, Ronaldo, man. En dan bepalen we, zo dope. Bepalen we daar eventjes wie de allerbeste was. Nou, dat is niet zo moeilijk, maar... Voor jou? Voor mij niet. Nee, wie? Nee. Ik vind niet... Maar heel veel mensen, iedereen vergelijkt het. Ja. Maar ik vind het gewoon niet te vergelijken. Oké, dat is je antwoord. Zeg maar. Maar ben je voor Barça of Madrid? Barça, man. Ja. Nee, ja. Dat is de keuze inderdaad snel gemaakt. Nee, maar het is gewoon puur van... De een is getalenteerd en de ander werkt hard. Ja. Ja, dat is het ook. Snap je? Ik zeg altijd, het is precies wat je zegt, het is... Je kan laten zien van, hey, ik ben talentvol genoeg. En ik met het extra hard werken kan ik zo ver komen. Ja. En als je dat niet hebt, dan kun je laten zien van, hey, het kan ook op die manier dat ik keihard werk. Misschien niet even goed ben als pure voetballer. Ja. Maar wel gewoon net zo succesvol kan worden. Ja, weet je wel? Ja. Wat vind jij ervan? Wat verwacht jij eigenlijk van dit WK? Wat zijn je verwachtingen? Ja, ik ben dan dus wel... Ja, ik heb dus eigenlijk precies hetzelfde wat jij zegt. Geen enkele verwachting. En dat ga ik iets heel onpopulairs zeggen. Maar ik vind mannenvoetbal gewoon niet zo heel erg leuk meer om naar te kijken. Dus ik vind het wel tof. Ik kijk Champions League vanaf knock-out fase. Dan vind ik het interessant worden. Ik vind het ook dope nog steeds om te zien. Maar ik vind gewoon vrouwenvoetbal steeds... En niet om te haten op het mannenvoetbal, helemaal niet zelfs. Maar ik kijk gewoon veel liever naar die ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. En, vind je het te zakelijk geworden misschien? Sowieso. Maar het is nog steeds... Ik kan genieten te commercieel van. Bedoel je? Ja, zeker. Maar ik kan ook echt genieten van een Mbappé die veel te veel geld verdient. Maar als ik zie wat hij doet met een bal... Ja. Dan ben je daar niet mee bezig. Gruwelijk, weet je wel. Dus dat is ook, denk ik wel, de liefde voor het voetbal, ondanks alles wat er rondom het WK hangt, die is er altijd. Dus natuurlijk gaan we kijken. En ik ben gewoon voor Nederland, dus ik hoop dat Nederland ver komt. Want hoe verder Nederland komt, hoe meer ik verdien, want ik werk samen met... Ik ga haar tikkie sturen. Jij bent niet de enige trouwens. We gaan nog een tikkie sturen elke keer dat ze een wedstrijd wordt gewonnen. Hoe ver zie je het Nederlands elftal komen? Kwartfinale. Kwartfinale, zoiets. Jij moet lachen, waarom? Is te ver, hè? Is te ver. Nee, ik maak maar een grap. Nee. Maar ik ben altijd die positieve chick. Ik wil gewoon... Je weet het niet. Ze worden gewoon wereldkampioen. Ja, maar je weet maar nooit. Daarom geen verwachtingen. Ik denk dat de enige reden dat men denkt dat ze wereldkampioen kunnen worden, is vanwege Van Gaal. En dat zal Van Gaal heel leuk vinden dat ik dit zeg. Safi Simons. Nee, maar gewoon, ze hebben gewoon een leuk team. Ik bedoel, ik vind het wel tof. Ik denk dan ideale... Finale voor mij was dan misschien toch meer Brazilië, Argentinië. Maar dan is het wel iets te Zuid-Amerikaans. Maar daarom. Ja, dat vind ik ook. Heel al Copa America. Dat zou natuurlijk ook waanzinnig zijn natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Die hadden onlangs ook dat tegen elkaar een finale. Dat is waar. Nee, dat is suf. Ik ga voor jouw finale. Ja. En wat ik zelf misschien shout-out wel naar Serginho Dest. Ik weet niet, dat gaat hij misschien wel niet kijken. Maar Serginho... Nee, maar als jij daarvoor kan zorgen, dan zou dat heel fijn zijn. Ik zal het naam doorsturen. Kijk, hij is ook echt zo'n guy. Ik vind hem gewoon geweldig. Dus hij is zeg maar van echt straat. Amerikanen trouwens, om even te leiden. Okay. Ja, precies. Amerikanen natuurlijk geboren, gewoon getogen in Almere volgens mij. En opgegroeid binnen Ajax Academy. Altijd ook een bepaalde label gehad op zichzelf. En hij is ook gewoon die humble guy. Dus hij is ook die guy die gewoon straatvoetbal helemaal geweldig vindt. Ronaldinho is zijn grootste idool. En dan speel je bij Ajax... En dan ga je naar Barça. En dan doen mensen eigenlijk een beetje zo van... Wat ga je bij Barça doen? Weet je wel? Van, je moet... Maar wanneer je de kans zou krijgen om naar Barça te gaan?
Je gaat, toch? Een soort van. Ja, ja, en dat is inderdaad precies wat je zegt, Rocky. Dat is best wel een dingetje. Want hoe ga je, het is makkelijk van buitenaf om te zeggen van, nou, het is niet slim om te doen. Nee, klopt. Ja. Misschien is het sportief niet slim, inderdaad. Misschien is het inderdaad een stap te groot. Ja. Maar als die club komt, dan ga je toch niet zeggen van, jongens, wacht even. Ja. Ga even kijken of Wolfsburg ook wil. Ik ga nog even rijpen. Nee, ja. Doe je. Ja. Nee, wat doe je daar? Want dan komen ze nooit meer terug. Nee, dan komen ze nooit meer terug. En wat ik vind van hem, want hij speelt natuurlijk bij Milaan. En als ik hem zie spelen, denk ik gewoon, deze gast, ja, weet je, wat hij doet gewoon. En ook, en wat ik grappig vind, je leest of je hoort heel weinig over hem. Terwijl het is, natuurlijk, het is een Amerikaan. Maar het is ook gewoon een Nederlander, zeg maar, ja, in die zin. En als ja, Nederlands elftal heeft er best wel veel aan gedaan om het te nationaliseren. Tuurlijk, omdat het gewoon een gruwelijke speler is. Maar ook hij heeft een bepaalde label. En straat en yadiyadiya. Terwijl, ja, als ik hem spreek, dan zie ik een hele nederige jongen. In ieder geval tegen mij. En volgens mij ook tegen zijn mensen in zijn omgeving. Maar hij krijgt geen aandacht. Omdat ze dan denken van, ja, weet je, toch niet. Nee. Toch niet gehaald. Ik weet het niet. Weet je wel, ze schrijven over Frenkie de Jong bij Barça. Maar ze zeggen niks over hem. Terwijl ik denk, hij staat ook gewoon op het veld, hè? Nou, er is wel wat over hem geschreven. Bijvoorbeeld dat hij moet vertrekken bij Barça. Ja, dat. Ja, dat alleen dat hij schrijven. Ja. Salaris in leven. Ja. Dat is het onzin, ja. En de eindstand is hij ook weggegaan. Wat verwacht je eigenlijk van deze elftal met... ze zeggen nu van, kijk, achterin staat het goed inderdaad. Dan heb je gewoon spelers van wereldtop. Dus met Nate Nake, die het gewoon de laatste week heel goed doet bij City. Je hebt natuurlijk Virgil en je hebt Matthijs, weet je wel. Maar voorin hebben we niet meer, voorin hebben we niet meer de drie exceptionele spelers als Van Persie, Robben en Sneijder. Nou, ik heb toch een beetje het gevoel dat, ja, ik weet het echt niet. Je moet niet bijvoorbeeld Frankrijk loten en dat ze een goede dag hebben. Ja. Nou, dan ga je er gewoon uit. Ja, dan ben je klaar. Weet je wel? Maar ik vind ook dat ze bijvoorbeeld die drie spitsen, die ze hebben meegenomen. Nederland. Ja, Bergwijn, Memphis Depay. Nee, Depay. Gakpo. Nee, niet Gakpo. Ik heb er nu drie opgenoemd. Jansen. Ja. Oh, Vincent Jansen. Okay, ja. Die namen kwijt van die speler. Maar nee, Luc de Jong? Ja, Luc de Jong, Jansen en Weghorst. Oké. Okay. Ja. Ja, drie, ja, sorry, voor mij... Driezelfde spelers. Driezelfde spelers. Ja, wat, en ook niet leuk om naar te kijken. Nee. Dat je denkt... Nou, jullie kunnen terugkomen, hoor ik wel. Want Rocky vindt niks, Sammy vindt ook niks. Nee, nee, het is gewoon... Nee, maar die zijn natuurlijk mee. Stel je voor, het is de 80ste minuut. Je staat 2-1 achter en je moet gaan forceren. Nou, dan gaat een van de drie erin, of misschien wel twee. Ja. Of misschien wel alle drie. En dan gooi je die ballen maar vanuit de flanken erin. Ik ben gewoon voor ze. Ik wil dat ze het goed doen. Ja. Maar als je dan... Ik denk dat Nederland sowieso er wel een beetje aan toe is. Ja. Van Brazilië zei dat nou. Ja, maar over Frankrijk. Ja, kijk die voorhoede, weet je wel. Van, ja, Braziliëns. Als liefhebber bedoel je, ben je voor hun? Voor Brazilië? Ja, als liefhebber. Ja, gewoon. Van Brazilië. Hun hebben gewoon bepaalde... Ik hoor alleen maar Brazilië, 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 Brazilië. Hun hebben echt bepaalde spelers thuis moeten houden, hè. Hun hebben echt gewoon bijvoorbeeld Firmino moeten teleurstellen. Ja. Omdat ze gewoon echt... Ja, maar de aanval van hun, sorry man. Hou op, man. Ja, als je zeg maar je FIFA spelletje, als je je beste team zou willen maken, dan nee dan. Ja, dan kies je alleen maar Brazilianen uit. Ja, gewoon bij wijze van spreken. Je op links en dan Neymar op 10 en Gabriel in de spits. Ze kunnen ook middenveld en ze kunnen ook breken. Ze zijn overal goed in. Ja, dus klopt. Lekker. We gaan het zien. We gaan zien of het een team is. We gaan zeker zien of het een team is en of ze ver gaan komen. Ik denk het wel namelijk. En Duitsland, ja, daar hoef ik niet over te hebben. Die beginnen volgens mij in de halve finale pas met voetbal. Ja, dat is waar. Die doen pas van de halve finale mee. Echt. Dames, ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Ja, man. Zijn er nog wat dingen die jullie kwijt willen? Ja, dat je eigenlijk Semia een beetje had geflasht. Omdat ze nog... Semia dacht namelijk dat het in Amsterdam was. Hij flasht mij gewoon zo hard. Is het zo? Nee, ik heb hem zeker niet geflasht. Ik ben blij dat je er was hier. Ja, nee, grapje. Nee, maar gewoon shout-out naar jou. Dankjewel. Sterren van de toekomst. Ja, zeker weten. Het was hartstikke leuk. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Of voor het luisteren naar deze podcast. Dat kan namelijk tegenwoordig ook via Spotify. Het WK is in volle gang. Dus ik zie jullie binnenkort weer. En tot de volgende keer. Dag. Ciao. Ja man, dankjewel.